De megakerstboom in IJsselstein wordt pas morgen officieel ontstoken. Maar vanochtend ging er onverwachts toch een aantal lichtjes aan. Volgens ooggetuigen zou er een blikseminslag zijn geweest. We liepen in de hagelbui en ineens kwam er een bliksemschicht. Die sloeg boven in de toren. En toen kregen we een grote vuurbal. En een harde klap erachteraan. En meteen daarop begon het dus een deel van de boom begon te branden. Alticom, dat is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de lampjes, kan nog niet bevestigen of er daadwerkelijk een blikseminslag is geweest. Morgenavond moeten de lampjes in de grootste kerstboom echt gaan branden. Een dochter en kleindochter van een Russische soldaat hebben na 75 jaar het graf van hun familielid teruggevonden in Leusden. De militair Andreev ligt daar op het Russische ereveld. De kleindochter vond haar opa terug nadat ze voor het eerst in haar leven een computer had gekocht en de naam van haar opa intikte. Ze belde onderzoeker Remco Reiding, die al 15 jaar naar de nabestaanden op zoek is. Ja, ik werd gebeld door een nummer dat uit Letland bleek te komen. En tot mijn grote verbazing bleek het gaan om een kleindochter en een dochter van een soldaat die ik al meer dan 15 jaar zocht. En het bleek inderdaad dat het hun vader, grootvader was, die hier in Nederland begraven ligt. Nu dochter en kleindochter weten waar hun familie ligt, willen zij het graf graag bezoeken. Maar de reis kost veel geld. De stichting Russisch Ereveld gaat daarom op zoek naar sponsoren. Op de N201 bij Meidrecht is vannacht een auto in het water terechtgekomen. De Toyota belandde op de zijkant in de sloot. Het slachtoffer kon zelf uit de auto klimmen. En ambulancepersoneel heeft de bestuurder gecontroleerd. Maar de verwondingen bleken mee te vallen. Agenten hebben de man thuisgebracht. In Lopik gebeurde een soort gelijk ongeluk. Ook hier wist de automobilist zelf uit de auto te komen. De politie in Woerden is vannacht massaal uitgerukt na een winkelinbraak bij een fotozaak op de Nieuwstraat. Om 3 uur werd de politie gealarmeerd over het incident. De tipgever wees de agenten vervolgens richting het Westdampark. De politie meldt op Twitter dat collega's in de verte een mogelijke verdachte zagen wegrennen. Er werd een speurhond en een helikopter ingezet, maar niemand werd aangetroffen. Steeds meer ouderen maken gebruik van de gratis kerstdiners die het Nationaal Ouderenfonds jaarlijks organiseert. De komende feestdagen kunnen maar liefst 7000 ouderen genieten van zo'n etentje. De vraag naar gezelschap tijdens de feestdagen is dus onverminderd groot. Want meer dan 1 miljoen ouderen zijn eenzaam in Nederland. Op 14 december is er een heel speciaal diner in het Van der Valk Hotel in Breukelen. Want dan komt Willeke Alberti de ouderen toezingen. Zondag gaat de nieuwe dienstregeling van de NS van start. Maar de treintijden worden niet ingrijpend omgegooid. De belangrijkste wijziging is de 10-minuten-trein, die vanaf zondag 7 dagen per week tussen Amsterdam, Utrecht en Eindhoven pendelt. Omdat er daardoor meer treinen rijden, hebben de reizigers minder wachttijd en meer kans op een zitplaats. Ook tussen station Houten Castellum en Utrecht Centraal gaan in de spits meer treinen rijden. En dan nog het weer. Het KNMI geeft code geel af voor deze ochtend en de avond. Want er vallen veel winterse buien vandaag en hierdoor kan het glad zijn. Het wordt 4 graden. Vanavond en vannacht blijft dat zo en de temperatuur daalt dan naar de 2 graden. Kijk voor meer nieuws op onze app of op rtvutrecht.nl.